Goedemorgen! Het is 9:55 en ik moet eruit. Ik zit helemaal vol. Het is alsof ik verkouden ga worden. Maar ik denk dat... Ik weet hoe het komt. Ik heb namelijk huisstofmijtallergie. En daar heb ik dus allergiepillen voor. Maar ook een neusspray om te zorgen dat niet alles helemaal elke keer verstopt raakt. En bladibladibladibla. Maar die neusspray is echt tot 2 weken op. En ik heb gewoon een nieuwe besteld, maar ik heb hem gewoon nog niet opgehaald. En nou ja, dan krijg je dus dit. Dus die ga ik even ophalen vandaag. Ik heb vandaag met Birdie afgesproken. Gezellig dagje, leuk, lief. Ja, jullie weten hoe de dagen met Birdie lopen. Dus ik ga me even aankleden. En het moeilijke is dat het de laatste dagen wel warm is, maar niet heel warm. En ik weet gewoon niet meer wat ik aan moet. Dus ik ga mijn kast eventjes bekijken. Ik heb ook nog een koffer. En oh, ik wil ook graag mijn kamer opruimen. Dat ga ik morgen doen. Ja, oh... Ik sta in de badkamer en ik ben aangekleed. Ik heb dit shirtje aan van de Primark Troublemaker broek van H&M. En ik heb dus weer mijn nieuwe mascara gebruikt. En echt jongens, ik vind het echt wel mooi. Deze werkt nog steeds niet helemaal mee, deze kant. Maar dat is eigenlijk, ja, ik weet niet. Herkennen jullie dat er altijd één kant is die beter meewerkt dan de ander? Of dat ze echt allebei helemaal flut zijn? Ik moet er nog steeds wel een beetje aan wennen omdat er zoveel mascara afkwam. Ik had het echt helemaal boven mijn ogen en zo. Maar ik vind het niet gek. Ik heb ook een good hair day. Man, dit wordt een geweldige dag. Ik ga er even lipstift op doen. Het is 10:30. Ik moet Birdie om 10:45 op het station ophalen. Dus ik ga nog even ontbijten en gezellig doen met mijn papi en mami. Birdie ophalen bij de trein. It's her, it's her. Jenne. Ik vind het nog steeds geen leuk shirtje. Het is een hartstikke leuk shirtje. Ik heb hem ook. Dus in feite zit je mij ook te beledigen nu. Nee, maar nee, het is het gewoon niet. Hij staat jou beter dan mij, denk ik. Weet ik wel zeker. Ja. Dit is je nieuwe haar, Birdie. Ja, dit is mijn nieuwe haar. Hij loopt helemaal vast ook. Het is... We're going on a trip. Nou, niet dus. Expedia. Oh ja. Toonretourvluchten. S'avonds deze. Ja? 8:30, 9:00. Ja. We hebben ook woensdag nog de hele dag, dus dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik heb hem geselecteerd, het mag alleen niet. Oh. Hoe voel jij erover dat wij naar Rome gaan? Fucking kun je amazing. Dat in... oh. Kun je dat in één woord beschrijven? Just amazing dan. Nee, ik vind het echt heel leuk. Bernie, ik vind het echt heel leuk. Het kost wel 221 euro. We zitten nu reclame te maken voor ik zie. Wat een bedrag. Dat is niet te doen. Bij ons wel te doen. Jij hebt net 900 euro. Piep! Piep! Dan moet even piep piep gedaan worden. Piep piep! Wil even niemand hoeft te weten hoeveel geld ik heb gehad, anders gaat ze me gelijk opzoeken en overvallen. Hier, willen we nog een auto? Nee hè? Dit is wel een leuk idee wat mijn vader zegt, om een scooter te huren. Ja, dat, ja, je hebt zo'n film, dat heet When in Rome, weet je nog? Dat is zo romantic. En dan heb je ook zo'n... Maar je hebt ook met Lizzie McGuire. Ja, dat is die dus. Dat heet When in Rome. En dan gaan ze ook op die de scooter. Die heet helemaal niet. Die heet Lizzie McGuire the movie. Oh. Are you ready? Set. Go. Bedankt. Bedankt. Je... Verzoek wordt verwerkt. Probeer niet naar de vorige pagina te gaan. Hou je in. Probeer niet naar die volgende pagina. Ja, ik ga. Ik trek het niet meer. Nee, niet trek doen. Het niet meer. Niet doen. Ik wil naar de vorige pagina. Oké, het duurt wel echt lang. Zo lang. Hallo? Hallo? Oh. Hier moet je dan zo'n vioolmuziekje onderdoen. Zo van... Wat fuck? Je ontvangt hem. Nou, dikke reclame. Je ontvangt snel een boekings... Ja. Oké. Dit is de e-ticket gewoon. Deze pagina kan gebruikt worden als e-ticket. Oh. Oké. Kun je deel...
Kun je dit ook opslaan en zo? Weet ik veel. Dan gaan we waarschijnlijk in zo'n city hopper. Ik ga wel even naar de wat in je mailio. Hot chat date. Hotchatdate.com. Daar zit je dus wel vaker op. Nee, want hij doet het niet. Probeer het elke keer opnieuw, maar het mag niet. Hot. Het volgende spannende plan in ons leven. Oké. Ik vind het toch wel gek hoor. Kleurenlenzen. I ain't ready. Ik ben ook benieuwd of het anders is, want jij hebt van jezelf blauwere ogen dan ik. Oké. Jongens, let's go. Dan moet hij dus zo liggen, maar er ligt toch allemaal, zit bij mij allemaal nog een soort van vocht in. Ja, maar dat is niet erg. Dat hoort ook. Als je hem droog in je ogen stopt, gaat het ook niet goed. Oh, hij is al. Oké, okay, ik durf het niet. Oké, okay, wacht. En, prikt het? Ja, maar ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet doen. Wacht. Je doet het wel gewoon op je oog, want het was toen ook een keer zo van, je moet hem een soort van daar neerzetten. Je moet je zo ogen soort van wegdraaien. Dat doe je automatisch al. Ah, ik dacht echt dat hij erin zat en toen zat hij er niet in. Nou is hij dubbel geklapt. Oké, dit wordt één grote drama. Ah, tering. Ik voelde hier eerst de prik, ik trok hem gelijk alweer terug. Ja, echt hè? Maar het is minder erg dan ik dacht. Oké. Oh, het is wel echt heel moeilijk hoor. Shit, hé. Dit gaat echt nog lang duren. Ik begin al helemaal te tranen. Ja. Dit wordt echt een lang filmpje. Oké. Ik ga het eens kijken of ik het met de camera beeld kan doen. Ik moet gewoon de ballen hebben om hem erop te leggen, maar ik durf het niet. Ja, maar ik leg hem er wel op, maar dan kijk, dan vouw ik hem dubbel. Oké. Hij blijft soort van, hij pakt hem soort van niet. Ja, maar dat komt omdat op het moment dat ik dichtbij kom, dan doe ik mijn oog dicht. Ja, dat past hij er dus niet meer in. Ja, dat is dus een automatische reactie die je oog doet. Oh shit. Oh, hij zit erin. Echt? Oh, oh my god. Oh. En nu? En nu? Gedaan. Ja, weet ik veel. Oh. Dankjewel. Hij zit erop. Oh, moet ik wel kijken? Ik zie het niet eens van hier. Je zit echt niet goed in het licht. Oh my god, die bruine ogen. Oké, okay, wacht. Ik moet nu echt ook heel hard. Wacht even. Hè? Het verschil lijkt helemaal niet zo groot of zo. Ja, misschien toch ook wel. Die zit nu ook niet. Maar mijn iris is veel groter dan dat hij van zichzelf is. Oké, okay, ik ga de andere proberen. Oh, ik heb hem. Huh, ik lijk een heel ander mens, joh. Ja, ik voel me ook echt heel anders. Hè? Het lijkt wel heel nep of zo. Het lijkt een beetje op een Snapchat-filter. Ik heb ook het gevoel dat ik heel raar voor me uit zit te kijken. Eruit halen wordt ook nog wat. Ja, dat wordt ook nog wat. Ja, zit ik ineens over te denken. Laten we er gewoon in zitten. Birdie. Bij jou is het toch een ander kleurtje, zie je dat? Bij mij is het echt donkerder nog. Ja, jij hebt wel chocoladebruin. Ik kan het amper zien, joh. Wel, je ziet het wel. Nee, ik bedoel omdat ik zo schil, omdat ik zo wazig kan. Oh ja. Sophie aan het strijden. Yo, 180 kilo. Voor de vierde keer vandaag. Echt, niet te doen. Maar het gaat hartstikke goed. Ja hoor. Ik was onderweg om Inky op te halen, want we zouden samen gaan sporten. Daarvoor zou ik even nog bij Nick langs gaan om te overleggen met de kat en zo. En ik moet voor de vissen zorgen. Hij heeft vissen gekocht. En nou ja, dus, maar toen was ik daar en toen ging Inky ineens uit eten. En toen ging ze niet meer mee sporten. Ik zei ook echt, pussy. Ik zeg, vreselijk. Gisteren was het echt, ja, ga met die banaan. Geen smoesjes meer. En nu gaat ze uit eten en gaat ze niet mee sporten. Dus nou ben ik hier helemaal heen gefietst. Voor Nala en op. Behalve even voor Nick natuurlijk. Maar ik zit echt sterk te twijfelen of ik nog ga sporten. Want ik dacht zelf eigenlijk al van,
Ja, ik heb al zoveel gefietst. Ik heb al zo freaking veel gefietst. Dit is de zesde keer dat ik er, of de derde keer dat ik heen en weer ga. Dus echt. Dus dacht, ik kan ook gewoon lekker nu naar de Albert Heijn gaan. Ik heb speciaal tegen moeder gezegd dat ik niet mee eet. Maakt allemaal niet uit. Dat ik gewoon even naar de Albert Heijn ga. En dan ga ik eventjes lekker pasta voor mezelf maken. En dan ga ik niet sporten. Ja, dan loop ik hier in mijn sportpants. Kan ook allebei doen. Kan ook even gaan sporten. Kan ook function doen om 7 uur. Dus half uurtje, maar het is wel doodgaan. Ik bedenk dat ik het pas bepaal op het moment dat ik er langs fiets. En dit noemen we dan het moment dat je bij vrienden terechtkomt in je sportkleren. En gewoon niet gaat sporten, niet naar huis gaat en daar gewoon tot 12 uur 's nachts zit. Het is super gezellig, echt heel leuk. Leuke avond gehad en ja, ik kwam daar spontaan terecht en ik ging niet meer weg. Ik heb het nu echt freaking koud. Ik ga heel snel naar huis fietsen en slapen gewoon. Ik heb echt een leuke avond gehad, jongens. Ah, fijn. En ik heb niet gesport. Dat dan weer niet. Maar ik heb ook mijn avondeten bestond ook niet uit veel. Dus wat dat betreft. Ik was, ook, was nog wel in de supermarkt geweest. Om pasta ingrediënten te halen. Maar uiteindelijk heb ik geleefd op bitterballen. Frikandel. En een broodje met kruidenboter. Nee, maar het was een geslaagde avond. En ik ga lekker slapen. Zie ik jullie morgen weer. Wat rusten. Goedemorgen, het is 11:15. Oh. Ik heb echt super lang uitgeslapen, maar dat komt ook omdat ik vannacht nog een uur ben.